Mijn stuk heet Ik ben overal niet meer. Het is een dialoog geworden tussen een oudere man en een jongetje. Zij ontmoeten elkaar in een heel dromerige atmosfeer. Ik denk dat je als lezer vrij snel aanvoelt dat de wereld waarin ze elkaar treffen niet de reële wereld is, maar een soort van surreële wereld. En die oudere man en die jongen gaan zich op dat moment ook vragen stellen van waar zitten we hier? En komen tot de constatatie, misschien zitten we wel in een droom. En dan gaan ze uitzoeken in welke droom ze zitten. En in wiens droom ze elkaar ontmoet hebben. En het is dus voor mij een beetje een zoektocht geweest om enerzijds dat avontuurlijke aspect erin te verwerken, maar toch de poëzie te laten overwegen. En ik ben heel erg op zoek gegaan naar een evenwicht daartussen. Ik denk ook dat kinderen vaak associatief veel sterker zijn dan volwassenen. Dus voor mij is schrijven voor kinderen ook wel een... geeft me heel veel vrijheid. Of dan kan ik gewoon mijn fantasie nog meer de vrije loop laten. Ik ben benieuwd naar de reacties. Maar ik vrees het ergste. Een jongen. Een groot asfalten terrein. In de verte het geraas van een autostrade. Of van een zee. In de verte ook een rokend huis. Jongen? Hallo? Is hier iemand? Hallo, hoort iemand mij? Als je niet kan praten, geef dan een teken. Het is een heel bijzonder verhaal. En ik vond het wel leuk gemaakt, met zo heel veel fantasie. Ik zou dat zo, als hij zo doodgaat, met rookmachines zien of zo, dat het dan komt. En dan misschien ook wel veel in filmpjes gespeeld of zo, dat ze dat kunnen bewerken en dat dat makkelijker is. Ja, zo één jongetje is de hoofdrol, zeg maar, en die loopt de hele tijd rond. En dan steeds als er iets gebeurt in zijn droom dan komt de persoon van met wie het gebeurd is, dan komt hij er zo bij en gaat hij terug weg. Het is eigenlijk zo fantasierijk dat je van daar naar daar naar daar naar daar gaat. Dat eigenlijk, voor mij is het eigenlijk een soort van gedicht. En ik vind het een heel leuk gedicht. Daarnet zei ik dat ik die techniek op jongeren heb getest. Misschien uit eigenzinnigheid, maar ook wel uit een soort angst. Omdat ik vermoedde, ja, die zullen daar toch niets aan hebben. Of... die zullen een soort basale reacties geven waar ik dan toch niet echt iets mee kan. Maar als ik ze zo hoor, dan denk ik, hoe kun je perfect in debat gaan. En ik heb niet het gevoel dat ik mijn discours zou moeten aanpassen. Ik heb het gevoel dat ik eigenlijk alles wat ik echt denk, zo met hen kan delen. En dat ik niet naar een versimpeling moet zoeken van mijn gedachteproces, maar dat ik gewoon met hen op gelijke hoogte... Kan praten, discussiëren en fantaseren.